Aansluitend de duivenberichten. De duiven van de Nederlandse Algemene Bond zijn gelost in Ruffec om 7:10. De duiven van de afdeling A, kring 2 in Duffel moeten wachten. Afdeling Amsterdam in Roosendaal wachten. De Zuid-Nederlandse Bond in Ruffec om 7:00 en afdeling Oost in Ottingy. Rood om 11:00, blauw om 11:15, wit en zwart om 11:30 en groen om 11:45. Tot slot de Nederlandse Bond van Zaterdagvliegers, afdeling Noord in Saint-Quentin om 9:40. Friesland in Saint-Quentin om 9:50. Noord in Beek, oranje om 9:40 en blauw om 9:50. Friesland in Beek om 9:30. Twente in Den Bosch om 10:00. Oost in Strombeek, zwart om 10:10, groen om 10:20. De mens en de duif, dat moet één zijn. Je moet de duif vangen om goede prestaties te kunnen maken met de duiven. Je moet ermee omgaan, je praat ermee alsof het gewoon kinderen zijn. Je moet ze gewoon vertrouwd met je maken. Het is heel voornaam om tijdens de koppeling in de winter ga je erop kijken om duiven bij elkaar te brengen met een zeer goede pluim, een goed pigment, de lichaamsbouw, de spieren, om daar een jonge duif uit te kweken met een goed ornitagevermogen, zodat je werkelijk een goede wedstrijdvlieger krijgt en wat uiteindelijk het rendement is van onze sport die we een heel jaar door, vooral in de winter tijdens de koppeling, bedrijven. Kom maar gauw, kom maar. Ik ben met de duivensport in aanraking gekomen vroeger met mijn ouders bij een duivenliefhebber, waarvan ik op een gegeven moment een paar jonge duiven die niet geringd waren kreeg en in een konijnenhokje heb gehouden. Zodoende is dat langzaam opgegroeid. Ik mocht al eens een duif meegeven naar de Luik Schessel, waar ik blij van was dat ze terugkwam. Direct na de oorlog, toen ging het duivenhart open en heb ik alles bijgezet om met enkele sierduiven wat postduiven eieren uit te laten broeden. En zo is dat heel langzaam op gaan groeien. De dag voordat een wedvlucht begint, bepaal ik welke duiven dat een goede conditie hebben om aan die wedvlucht te kunnen deelnemen. In het clublokaal worden de duiven van een gummiring voorzien waarop een serieletter en een nummer, welk op het inschrijfformulier achter het nummer van de vaste voetring wordt genoteerd.
Op dit formulier bestaat tevens de mogelijkheid om te poelen. De Zuid-Nederlandse Bond, afdeling Oost-Brabant, beschikt over 4 containerwagens die elk een route rijden langs de duiven in manlokalen om de duiven op te halen. Als de containerwagen weg is, worden de duivenklokken gecontroleerd en op tijd gezet. Deze klokken worden straks door de deelnemers mee naar huis genomen, om daar de volgende dag de gummiringen van de teruggekeerde duiven in te doen. Elke keer als ze daar een ring in doen, wordt de dag, uur, minuut en seconde nauwkeurig op een papierstrook afgedrukt. Bij het controleren worden de ringen van de vorige wedvlucht uit de klok verwijderd, wordt de klok opgedraaid en wordt de papierstrook vastgezet. Onze penningmeester vraagt telefonisch bij de concourscommissie van Eindhoven de juiste tijd op en zet de moederklok van onze vereniging op 1 seconde nauwkeurig gelijk. Daarna zet hij de klokken 1 voor 1 gelijk met de moederklok. De volgende morgen worden de duiven op een afstand van 80 tot 500 kilometer gelost. Bovendien zijn er nationale vluchten waar de duiven in Sint-Vincent of in Barcelona gelost worden op afstand van 1000 tot 1300 kilometer. Via Brussel en Hilversum 3 horen wij hoe laat de duiven gelost zijn. Afhankelijk van het weer en de windrichting vliegen de duiven met een snelheid van 60 tot 130 km per uur, zodat we ongeveer weten hoe laat we de eerste duiven kunnen verwachten.
De aankomsttijden worden van de papierstrook afgelezen. De nummers van de gummiringen uit de klok ook, zodat op het formulier per duif de aankomsttijd kan worden genoteerd. Alle wedstrijdformulieren gaan in een verzegelde enveloppe naar de centrale van de concourscommissie, waar de definitieve aankomsttijden worden uitgerekend, waarbij de tijden worden gecorrigeerd op het voor- of achterlopen van de klok en het verschil in vliegafstand binnen het rayon.